En dat zijn vooral ook de mensen met wie wij contact hebben bij VWS. Die hebben we op het hart gedrukt van jongens. Voor open is het echt een urgent probleem. Wij zijn de eerste VIP-regeling die met de PGO-koppeling op grote schaal aan de slag gaat. En die DVZA-problemen, daar lopen wij echt tegen aan. Wij krijgen signalen uit het veld van jullie onder andere. Dat het best moeite kost om daarvoor voldoende draagvlak te creëren als een aantal van dat soort zaken nog niet duidelijk zijn. Nou, ook daar wordt aan gewerkt. Tegelijkertijd moet ik hier eigenlijk meteen ook een waarschuwing bij geven. Dus ja, er wordt aan gewerkt. Ja, er wordt over nagedacht. Maar onder het motto, je moet een broedskip niet storen. Laten we vooral hier nog niet de publiciteit mee zoeken. Ik heb mijzelf verstout om ergens in een publicatie te roepen, er wordt aan gewerkt. En dat ging eigenlijk al te ver. Ik had moeten zeggen, er wordt over nagedacht. Dus dat geeft wel aan hoe gevoelig dit ligt. Dus ja, aan de ene kant geven jullie nu een sneak preview en hopen we ook een beetje vertrouwen te geven dat er echt op het juiste niveau en met de juiste mensen heel hard aan gewerkt wordt. Maar wees hier nog terughoudend mee en vertel dit nog niet naar buiten toe. Want daar krijgen we alleen maar last van. Hè? Beslissers vinden het over het algemeen niet fijn om te merken dat het besluit wat ze nog moeten nemen al in de buitenwereld bekend wordt gemaakt. Dus vandaar. Maar in ieder geval, het feit dat de koepels nu hun leden hebben geïnformeerd en het feit dat er op heel veel terreinen heel hard heel veel werk is verricht, is het toch een goed moment om de geüpdate handreiking weer ter beschikking te stellen. Dus die hebben we begin deze week, nadat eind vorige week de nieuwsberichten van de koepels uitgegaan zijn, hebben we begin deze week de geüpdate handreiking weer op Viadesk gezet. En die lijkt natuurlijk nog steeds heel erg op de vorige, maar er zijn toch wel een paar dingen aan veranderd. En met name zijn er heel veel dingen een stuk duidelijker geworden. Er zijn nog steeds 3 stappen die huisartspraktijken moeten doorlopen. Je moet geregistreerd staan in het OESI-register. En eigenlijk is dat alleen relevant voor praktijken zonder een LSP-aansluiting. En dat zijn er steeds minder, maar er zijn er nog wel een paar. Dus praktijken die geen LSP-aansluiting hebben, die moeten eigenlijk met hun leverancier in overleg van, hoe kan ik die LSP-aansluiting realiseren? Het is goed om te weten dat als je dat doet en het LSP daarna ook gebruikt voor bijvoorbeeld overdracht met de huisartsenpost, dat je dan de kosten van die LSP-aansluiting, de kosten van het UCI-certificaat, dat je die vergoed krijgt, in ieder geval nog het komende half jaar. En mocht je dat niet willen, dan heb je toch in ieder geval wel een vorm van certificaat nodig. En waarschijnlijk is de meest eenvoudige vorm is dan ook het UCI-certificaat. Dus dat moet je dan gaan aanschaffen. En in het aanschafproces van dat UCI-certificaat kom je er vanzelf achter of je wel of je al een URA-nummer hebt, dus een OESI-abonneenummer hebt. Maar dat gaat waarschijnlijk maar om een klein aantal praktijken. Van belang is dat deze boodschap wordt via de leveranciers verspreid. Deze boodschap is inmiddels ook door de LAV verspreid. En het CIBG, dus dat is de organisatie die het OESI-register beheert, die ook het BIG-register beheert, die gaat ook mensen bellen. Dus de praktijken waarvan zij denken dat ze nog niet bij hen bekend zijn, die worden door het CIBG gebeld. Wanneer dat precies gaat beginnen, dat weten we nog niet. De extra mensen die dat moeten gaan doen, die zitten al klaar. Er wordt nog overlegd, onder andere met de LFV, over het belscript. Maar in ieder geval, daar wordt aan gewerkt. Dus dan krijgen huisartsen eigenlijk van 3 kanten, van de leverancier, van hun eigen organisaties en vanuit CIBG, krijgen ze hulp bij de registratie op het UCI-register. Nou, dan de DVZA. Mag ik even wat vragen? Ja. Kan ik even... Misschien, ik weet niet of het handig is om nu in deze fase... Ik maak liever even mijn verhaal af en dan straks in de breakout rooms, dan denk ik dat we tijd hebben voor vragen. Of zet hem anders even in de chat als je wil. Ja. Is dat goed? Ja. Oké, dan maak ik voor nu eventjes mijn verhaal af. Nou, DVZA, er is natuurlijk veel discussie over geweest voor iedereen. Iedere HIS in Nederland heeft nu een keuze gemaakt voor een DVZA. Ze zijn met z'n allen druk bezig om daarvoor de boel in orde te maken. En zijn zo langzamerhand ook zijn de eerste DVZA's begonnen met het
het sturen van overeenkomsten naar hun klanten. Voor jullie is het belangrijk om te weten dat wij contactgegevens hebben van alle DVZA-leveranciers. Die staan op Viadesk. En wij hebben ook van de DVZA-leverancier het verzoek gekregen om jullie contactgegevens door te geven. Dus een DVZA-leverancier weet van een praktijk ook welke regio en welke regionale projectleider daarbij hoort. Dus dat hebben we al gedaan om in ieder geval zo goed mogelijk de contacten van beide kanten te kunnen leggen. En dan was de derde stap, de registratie op de ZAL. Nou, dat proces hebben we ook een stuk kunnen stroomlijnen samen met mij en VZVZ. Er is nu één systematiek waarmee alle huisartspraktijken van Nederland op de ZAL komen te staan. Daarvoor is één centrale lijst gemaakt door ons, door Wouter, onze datamanager, en in overleg met mij en VZVZ. En op die lijst staan alle praktijken die aan open meedoen met een goedgekeurde ZAL-naam. Die goedgekeurde ZAL-naam die zal aan iedere praktijk worden voorgelegd door de leverancier. Met de vraag, als je een goede reden hebt om hier niet mee in te stemmen, wil je het me laten weten. Maar in alle andere gevallen, en wij hopen dat dat 80-90% van de gevallen zal zijn. Als je instemt met die zaalnaam, dan hoef je daar verder niks meer voor te doen. En zorgt de leverancier ervoor dat hij met mij geregistreerd wordt. Dus, nou, met al die inspanningen van heel veel mensen. Kunnen we wat ons betreft gewoon door op de tijdlijn. Dus als je kijkt, hè, waar staan we nu op de tijdlijn? Hè, we hebben gezegd, januari, februari is echt nog de test- en de ontwikkelfase. Nou, we zien nu dat leveranciers daar ook inderdaad heel hard mee bezig zijn. Daar gaan we straks nog iets over vertellen. De informatiefase zijn we natuurlijk al volop mee begonnen. En zo langzamerhand beginnen ook de eerste praktijken aangesloten te raken. Hè. Dus de leveranciers die met een aantal praktijken aan het testen zijn of het werkt, die praktijken die beginnen nu zo langzamerhand iets van te merken. Nou, informatiefase zijn we volop mee bezig. Dus dat betekent dat we, hè, wat we van oorsprong in onze tijdlijn hadden gezet, dat in april, mei het zwaartepunt van de aansluitingen verwachten. We verwachten eigenlijk nog steeds dat gaat werken. Er is nog een goede, ik zag nog een vraag voorbij komen over die ZAL-naam. Van is dat nou inderdaad de enige naam waar patiënten met een PGO jouw praktijk kunnen vinden? Nou, dat is niet zo. Er komen verschillende zoekmogelijkheden. PGO-leveranciers gaan verschillende zoekmogelijkheden inbouwen om een praktijk te vinden. Dus die ZAL-naam die is eigenlijk vooral belangrijk om bij met mij geadministreerd en geregistreerd te worden als praktijk, maar er komen gelukkig heel veel andere manieren om jou als praktijk te vinden straks door patiënten met een PGO. Dus we kunnen door op de tijdlijn. En nou, in ieder geval, ik zei al een paar keer, er is door heel veel mensen heel veel werk verricht, maar twee mensen wil ik daarvoor toch even speciaal in het zonnetje zetten, en dat zijn Iris en Adrie. En mag die door naar de volgende dia, Anneke. Iris en Adrie die hebben heel veel overleg gehad met leveranciers over de DVZA-overeenkomsten. En ik geef jullie nu graag het woord, Adrie of Iris, of allebei, om hier wat over toe te lichten. Ja, heel eventjes, want er waren twee vragen in de chat, Anneke. Ik weet niet of die de moeite zijn om nu even op te pakken of later. Ik heb er eigenlijk voor gekozen om ze heel even, gezien de tijd, om eventjes deze te laten. Maar we komen er natuurlijk op terug. Dus dat was eigenlijk mijn aanpak in deze. Prima. Oké. Nou, dan zal ik samen met Iris even iets vertellen wat wij hebben gedaan. Dankjewel voor het zonnetje, Bart. Ik had hem hier al buiten, dus dat komt goed uit. En een aantal van deze zaken hebben we al eerder met de meeste van jullie gedeeld. We hebben een webinar gehouden met alle projectleiders. Besloten groep. Dus dit is eigenlijk hetzelfde. De aanleiding was dat we vanuit de klankbordgroep, ze zitten Iris en ik in, Maran, Frank en Bas, zagen dat er best wel wat vragen waren, zoals Bart net ook al zei, ergens in november. Wat is dat nou een DVZA? Kan ik dat kiezen? Wie moet dat betalen? Wat is fair eigenlijk? Wat moeten we doen? Nou, je ziet ze hier staan. Een van de grote vragen was natuurlijk ook, ja,
wat moet dat kosten? En klopt dat dan? Ja, wij hebben toen gezegd, nou, daar moeten we toch wel even wat meer duidelijkheid over krijgen. Dus op de volgende slide staat dat wij met een aantal, met veel partijen hebben gesproken. Klik, Martijn of Charlotte. Ja, nou, je ziet hier lijstjes staan. Zowel Zorgverzekeraars Nederland, VWS, andere VIP-programma's. Want die hebben eigenlijk met hetzelfde te maken. Natuurlijk met het Open Bureau, met Legio, met mij, leveranciers. Nou, Iris en ik hebben heel veel rondgebeld en rondgemaild. Eigenlijk om dit duidelijk te krijgen van, we willen dat vraagteken weg hebben. En we hebben ook met heel veel van jullie gesproken. We hebben gezegd, nou, namens onze collega's spreken wij even met al die partijen. Zodat niet iedereen hetzelfde werk hoeft te doen. Dat leek ons ook efficiënt. We hebben dat op via desk in onze besloten groep wat gedeeld. En op de volgende slide hebben we bedacht, oké, het zou wel handig zijn als er een integrale opzet komt in Nederland. Nou, dat part het ook net over dat er nu echt wel aan de gang is. Want dit evenaars geldt natuurlijk niet alleen voor de huisartsen. Dat die kosten acceptabel zijn. Zeker voor natuurlijk de huisartsenpraktijken. Maar dat geldt eigenlijk ook voor leveranciers die kosten hebben gemaakt om iets te bouwen. Voor de juiste of de onjuiste reden. En het zou ook fijn zijn als er een minimale impact is om het te implementeren. Nou, dat zagen we net ook dat nu wel gestroomlijnd wordt. Dus toen hebben we gezegd met elkaar, volgende slide, dat waar ik drie stappen wilde doen. Aan de bovenkant, dat zijn de landelijke stappen. Dat er gesproken wordt over de juiste financiering. Dat die consistent zou zijn. Hè. Nu worden sommige DVZA's, er eentje van LSP Plus, wordt reeds betaald. Nou, dat zal dan ook wel fair zijn om dat voor de anderen te doen. En uiteindelijk is het een soort nutsvoorziening, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Standaardisatie. Nou, dat weten we, dat er nu geen vrije keuze is van zo'n DWSA. Misschien wil je dat ook helemaal niet als er geen kosten aan verbonden zouden zijn. Dan maakt dat niet uit. Maar het zou wel fijn zijn als alles koppelbaar is. Dan kun je eventueel kiezen of je kunt een transitie doen of een migratie van je HIS. En dan kun je dezelfde DWSA blijven gebruiken. Nou, dit zei Bart net, dit is nou daadwerkelijk echt opnieuw opgepakt door die landelijke partijen die daarboven staan. Dus dat laten wij nu ook daar en hopen daar snel meer duidelijkheid over te krijgen in hoeverre die financiering beschikbaar komt en die standaardisatie. Wat Iris en ik hebben gedaan is meer met die leveranciers gesproken. Eén, om de prijzen duidelijk te krijgen en die ook weer terug te koppelen naar die landelijke organisaties. Maar ook om die communicatie af te stemmen. En ik zag net het berichtje van Pieter, die ook vraagt, de communicatie zouden we centraliseren. Ja, dat hebben we afgesproken voor de kerst met de leveranciers. Dat ze in ieder geval niet voor die tijd warrige verhalen zouden gaan vertellen. Maar zoals Bart net zei, nu is wel die informatiefase aangebroken. En in principe is het nu duidelijk. Dus er komt nu meer communicatie, ook vanuit de leveranciers, die de stappen volgen zoals die net beschreven zijn. Dat klopt wel. Dan is natuurlijk, oké, dat hebben we leuk allemaal gedaan. Dat was de aanpak. Wat zijn dan de resultaten? Even een kleine aanvulling nog, Adrie, op die nutsvoorzieningen. Er is van de week een artikel verschenen, hè, vanuit het ministerie, dat zij inmiddels zover zijn in gedachten dat er meer nutsvoorzieningen in Nederland moeten komen voor de zorg, omdat we ernstig achterlopen. En zo'n artikel gaat ons natuurlijk enorm helpen hiermee. Precies, heel mooi. Ja. En het is fijn om te zien dat dit nu begint te lopen. Ja, en dat we niet als projectleiders of individuele huisartspraktijken de hele wereld hoeven te verbeteren. Ja. Alleen maar een klein stukje. Juist, huidige resultaten dan. Dit is gewoon het plaatje van Martijn. Nou ja, dit kennen we denk ik onderhand wel. Dat op dit moment zo'n DWZA aan een HIS vastzit. Een HIS-leverancier heeft een DWZA gekozen, zei Bart net. Nou, dat weten we wel. We hebben ze met allemaal gesproken, maar de belangrijkste daarvan, als het gaat om de prijzen, zijn degene die meer dan 0 euro kosten, of meer dan 60 euro.
dat vonden wij dat dat niet acceptabel zou zijn. Dus daar hebben we uiteindelijk, Iris en ik, daar de onderhandelingen, mag ik niet zeggen, maar de gesprekken verder over gevoerd. En dat staat eigenlijk even het resultaat op de volgende slide. De meeste van jullie zouden dit moeten weten, want dat delen we op Viadesk ook. Misschien een ingewikkeld tabelletje, maar we hebben even gefocust op Medicom, MicroHIS, CGM. We hebben twee hissen, huisarts en webjes zorgdossier. Voor Medicom, als je geen portaal zou hebben, dus als je niet Mijn Gezondheidsnet gebruikt, dan hebben we daar nu namens alle projectleiders een soort mantel afspraak mee gemaakt dat het voor €240 per jaar plus 60 voor Hink, hè, dat is de DBZA-abonnement, dat dat de kosten zijn voor de praktijken in een regio waar je dus geen portaal hebt voor Medicom. Nou, dat staat die mantelovereenkomst, een groot woord, maar het is gewoon een soort volume deal die we voor ons allemaal hebben gemaakt. Scheelt iets, nou, scheelt een €100. Dus op Viadesk kun je die mantel vinden. En dat als projectleider, dus dan centraliseren we het wel in de regio, kun je dat namens je regio ondertekenen. En dan zorgt Medicom, sorry, Pharma Partners, dat contact met die praktijk wordt opgenomen om alle administratie en contracten af te handelen. Verder niet meer iets gedaan. De kosten als je al een portaal hebt, als je Mijn Gezondheidsnet hebt, want dat is die €60 voor Hink. En dat vonden wij best acceptabel. Wat wel lastiger is, is MicroHIS. Rens, kom ik op terug. Wat wel lastiger is, is MicroHIS. Dat blijft nog even staan op €295. Het was volgens mij eerst nog €400. Dit zijn de laatste gesprekken geweest, maar daar zijn we niet heel veel verder mee gegaan. Eigenlijk omdat MicroHIS heeft gezegd, ja, we moeten onze prijzen nog officieel kenbaar maken. Vandaar de vraagteken bij het stukje, als je al wel een portaal gebruikt, dat is dan het Pharmion portaal, Zorg Online, daar zouden die kosten eigenlijk lager moeten liggen. Dat zouden we willen. Ik weet dat Kees namens de gebruikersvereniging van MicroHIS ook gesproken heeft. En hij had begrepen dat MicroHIS een marktconforme prijs zou gaan rekenen. We zullen dus nog even zien of dat hopelijk wat lager ligt dan die 295. Dit lijkt mij de maximum. Dus dat moet nog komen. Dan kunnen we nog net niet genoeg zeggen over CRM. En Iris moet ook lachen. We zaten net op een telefoon met deze leverancier. Als je geen portaal hebt, of je hebt een portaal van CGM zelf, dat e-life services, dan kost de DVSA-aansluiting €420 voor een normpraktijk. Als je wel een portaal hebt, van in dit geval dan ook Pharmion, op een van die twee hissen, dan zou daar een fixe reductie moeten zijn. Daar waren we ook wel bijna uitgekomen. Alleen nu moet dat even tussen de directie van Pharmion en de directie van CGM onderling nog worden afgesproken. En ze konden net nog niet de confirmatie geven. Dus die dubbele vraagtekens daar zouden we volgende week op terug moeten komen. Wat dan de extra kosten zijn als je al een portaal hebt. Wat moet je dan nog bijbetalen? Ja, misschien Adrie, moet je even vertellen hoe dit kwam. Hè? Want de informatie die over de DVZA gaat, die gaat ook over die andere route. Dus dat werd dan dubbel berekend. En daarom is er nu een nieuw gesprek op gang gekomen. Hè? Ja. Kort door de bocht. Ja, en ik denk dat jullie begrijpen. Voor ons was het belangrijk dat als je al een portaal had gekozen, als dat je route was, dan vond het extra oneerlijk als je dan nog een keer veel moest gaan betalen. Dus vandaar dat we daar de reductie zeker op wilden hebben. Ik verwacht dat die gaat komen. Je ziet een beetje waar wij naartoe aan het sturen zijn. Maar dat kunnen we pas volgende week officieel vermelden. En zullen we weer via Viadesk doen. Want dan weet iedereen wat de prijzen zouden moeten zijn en hoe je daar gebruik van kan maken. Waarschijnlijk ook in zo'n soort manteltje. Ja, ik wil nog wel even benadrukken dat we hebben best wel gemopperd op CGM het afgelopen jaar. We mopperen nog steeds omdat niet alles werkt.
Dat doen ze ook niet goed. Maar ik kan niet anders zeggen als dat ze in deze gesprekken met ons samen ongelooflijk constructief mee hebben gewerkt. Dus dat vind ik ook wel een mooi pluspunt. Mooi om te horen. Alleen op dit onderdeel van hun in ieder geval. Ja, er zijn ook wat andere dingen niet. Ja, en dan gaan wij hier niet in op alle andere HIS-systemen met de DVZA's. En dat, want die zijn of als DVZA LSP Plus. Nou, dat weten we, dat is in principe al betaald door de Zorgverzekeraars Nederland. En moet je wel even opletten op die LSP-aansluiting, waar Bart het net over had en waar Carla ook al vaker op via desk informatie over heeft gedeeld. En Rens, jij vraagt over TetraHIS, Brix. Dat is in principe die 45. We hebben van hen al heel vroeg begrepen dat zij hele of geen of een kleine vergoeding hiervoor zouden vragen. En dat is ook al dat was afgestemd, dus vandaar 0 tot 45. Daar zien wij geen issues met of het betaald is. En Promedico vraagt wel iets. Promedico heeft met haar gebruikersvereniging besloten voor de kerst nog dat zij voor alle open extra functionaliteiten hun prijs van het HIS met €125 verhoogd hebben. Ja. En dat hebben ze met hun atlas, de gebruikersvereniging, afgestemd. En zoals wij dat, daar konden we niks meer aan doen, maar zoals wij het zien is het ook voor alle functionaliteiten van open, waaronder van de DVZA-aansluiting. Ja. Okay. En dat staat al op de nota ook van januari, dus dat is al doorgevoerd. Ja, dus ook niks te kiezen. Oké, ik denk dat het voor ons was, want het laatste slide is alleen het kopje. Dat, zoals ik zei, wij communiceren even via desk. En op het moment dat we zo'n overeenkomst hebben, en dat zou dan nu nog om CGM gaan volgende week, dan zullen we het daar delen. En voor de rest loopt het via, nu weer via de gebaande paden, de leverancier communiceert met jullie, als het goed is, in eerste instantie. Ja. En dan met de praktijken voor de afhandeling. Via het Open Bureau zullen we horen hoe het gaat met die landelijke discussies, die eigenlijk nog interessanter zijn als dat goed wordt geregeld. Ja. En even om te weten voor de Omni-hissers, die gaan, als het goed is, deze week hun communicatie eruit gooien. Mooi. Ja. Ali, Iris, nogmaals dank voor jullie werk en jullie bijdrage tijdens dit webinar. Super, hartstikke goed. Gezien de tijd gaan we snel door en wil ik graag aan Martijn vragen om het stokje over te pakken. Martijn. Yes, dankjewel Hans. Ik ga me gezien de tijd proberen te beperken tot een minuut per slide. Nu is dat voor mij een uitdaging, dus geef me een beetje ruimte. De veldtesten. Wat ik hierover kan zeggen is het volgende. We delen natuurlijk de informatie altijd ook via de updates. Dus let even op, daar staan meer details in over hoe het gaat. En waar hebben we het dan over? We hebben het over de leveranciers die ervoor zorgen dat ze in februari, en het zal waarschijnlijk maart, medio maart worden, dat ze dat alle hissen, dus alle leveranciers, de standaarden hebben uitgerold en ook daadwerkelijk in de praktijk met tenminste één, of met tenminste twee PGO's hebben getest. Nou, op dit moment zien we daar gestage voortgang. Gaat goed. We zien steeds dat die tests worden opgepakt, uitgevoerd. En we zien ook het animo daarvoor stijgen. Ze gaat de goede kant op. Meer details kan ik op dit moment echter nog niet precies geven. En dat komt omdat dat ook gevoelig ligt. Dus op het moment dat er issues zijn, moeten ze nog eerst worden opgepakt, worden afgerond. Daar komen we zeker wel op terug. En omdat we het belangrijk vinden om wat jullie wat meer goede informatie te geven over wat er nou in zo'n test gebeurt, hebben we ook in de OpenMyGLG, dus dat is onze eerdere test die al uitgevoerd is, hebben we nu om een extra rapport gevraagd, wat beter leesbaar is voor niet-technici, om een beschrijving te geven wat erin is gebeurd en wat we daarmee kunnen. Zoals ik zei, medio maart ronden alle hissen hun tests af. En wij zullen daar de komende maanden jullie echt van op de hoogte stellen en wat meer gedetailleerde presentatie over verzorgen in een komend webinar. Wat mij betreft mag die door naar de volgende.
Ja, want gelijktijdig ben ik best wel trots om ook hier iets over te mogen vertellen. De afgelopen weken en maanden hebben we met een aantal collega-projectleiders van jullie mogen samenwerken. En dan hebben we gekeken naar wat staat ons nou te doen wat betreft de derde open keuzemodule. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit op een goede manier oppakken? En dat we zowel wat betreft de inhoud als de uitvoering de juiste ondersteuning bieden. En dat we dat dus ook gezamenlijk kunnen vormgeven. Dus niet de bedoeling dat het van ons is in de zin van het programmabureau, maar dat het van ons is in de zin van ons allemaal. Dus zeker ook jullie als projectleiders. Nou, we gaan op twee punten gaan we daar iets aanleveren. We gaan namelijk op de inhoud gaan we echt een concreet instrumentarium ontwikkelen waarmee je dat kan oppakken. En dat doen we ook juist door heel goed ook te kijken naar het kader wat vanuit de beleidsregel komt, zodat de regels niet in de weg zitten, maar dat die juist net de mogelijkheden bieden om te kunnen doen in de module wat voor jullie regio werkt. Hoe gaan we dat dan doen? Dus hoe gaan we dat uitvoeren? Nou, iedereen krijgt een stukje op Viadesk, iedereen krijgt zijn eigen platform, maar ieder derde module krijgt dat ook. En we gaan daarin in een werkgroep, een soort van kring, samenwerken en dan kun je dat geleidelijk met elkaar stap voor stap doen. Als ik de volgende slide mag, dan zal ik heel kort per module iets vertellen over waar we nu staan. Dit gaat over module 3. Die module 3 die wij meerdere bronnen noemen. Die gaat dus over gegevens van twee of meer zorgaanbieders die voor de patiënt op één plek beschikbaar zijn. Wat staat de regionale coalitie te doen? De beste optie is om de beste route is om samen te werken met een zorgaanbieder uit een andere VIP. Aan VIP-programma en dan gegevens te gaan voor de makkelijkere optie door met mijn standaarden te kiezen, die samen te brengen in een PGO. Wij zorgen voor een netwerk van zorgaanbieders die daarvoor geschikt zijn en die daarvoor openstaan. En we zorgen ervoor dat de samenwerking vervolgens op gang komt. En dat doen we door daar in de werkgroep iedere maand, dus met de betreffende projectleiders van de derde, van deze, die voor deze module gekozen hebben, bij elkaar te komen. Voor module 4 geldt dat de focus net iets anders is, maar dat het gaat om dat is tussen de module die ziet op zelfmeetgegevens in het HIS. De ontwikkelvraag die op 31 december van dit jaar wordt opgeleverd. Dus je kunt vanaf 1 januari 2022 dat gaan implementeren. En daar gaan we net iets anders doen, want de focus ligt op dat die zelfmeting van een patiënt ook als een zelfmeting binnenkomt in het HIS. Dus conform de standaard die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. En we gaan hier met de betreffende groep projectleiders kijken naar wat voor impact heeft dat op het werkproces en hoe kan je dan de juiste implementatie kiezen voor jouw praktijken in jouw regio. Daarvoor geldt opnieuw hetzelfde, dat we dat dus met de werkgroep gaan faciliteren en dat we daar regelmatig met elkaar bijeenkomen. Voor module 5 tenslotte, dat is eigenlijk de module die nu denk ik het meest dringend of prangend is. En daar gaat het echt over de gebruikservaring opdoen met een PGO zelf. Dus dat alle partijen die daarvoor relevant zijn, dat die samen komen. En dat we gaan kijken van wat gebeurt er nou als je dit concreet maakt, als je echt hiermee gaat werken. Dat is dus wat je ook te organiseren hebt. En daarbij mogen we gelukkig gebruik maken van de ervaringen die in de voorlopige tests en GLG's al zijn geweest, om dat te ondersteunen. En hier geldt hetzelfde bij. We gaan dat maandelijks met elkaar volgen en invulling aangeven. En hierbij geldt met name dat het echt goed is om te kijken naar wat is je ambitie, hoe hou je het gecontroleerd en zorg je ervoor dat het dus de juiste toegevoegde waarde levert voor jouw regio en jouw praktijken die meedoen. Hiervoor hebben we al een eerste workshop georganiseerd en aangekondigd op Viadesk. Die is op 11 maart. Dus is natuurlijk een aantal projectleiders dat alleen voor modules 1 en 2 gekozen heeft. Die zijn sowieso altijd welkom, wat mij betreft, bij alle werkgroepen. Dus wat mij betreft is altijd iedereen welkom. Maar de eerste focus is, dus focus is in eerste instantie de projectleiders die dezelfde derde module gekozen hebben. Er waren een paar vragen. Ja, in ieder geval eentje van Iris vast nou. Dat mag sowieso. Ja, je mag bij module 5 ook een GLG doen met een andere VIP-regio. Dat kan zeker. Je kunt het gewoon samen oppakken of met meerdere. Dat is geen enkel probleem. En je mag daarbij zelfs ook nog zeggen dat je die wil laten gaan over iets wat in module 4, of de vragenlijsten of de zelfmetingen van module 4, of in samenwerking met een andere zorgaanbieder van module 3. Even kijken, ik zie de vraag van Rens ook nog. Wat is de consequentie voor de deadline van 1 juli, aangezien de technische oplevering van de koppeling nog niet gereed is, maar naar verwachting februari, maart zijn hierover. Dat je hierop reageert in de jaarrapportage richting VWS is sowieso positief. Als je het idee hebt dat je implementatie in de weg staat. Wij denken dat
Het voor nu belangrijk is dat de stappen die de regio's moeten zetten om de deadline van 1 juli 2021 te halen, dat dat de drie stappen zoals Bart ze ook genoemd heeft, dat je die nu sowieso kunt zetten. En dat adviseren we dus ook. Dus ga daar gewoon mee door. Want dan kan je gewoon zelf voldoen aan de... Heb je je eigen stappen gezet? Die moet je dus sowieso doen. Die gaan sowieso niet veranderen. Als de techniek achter ons aankomt, dan halen we die bij. Dus dan trekken we die daar gewoon bij. Dus de boodschap is, ga daar gewoon wel, althans ons advies zou zijn, ga daar zeker gewoon mee door. Want wat je moet doen om je deadline te halen, gaat sowieso niet veranderen. En dan zitten wij in ieder geval wat dat betreft aan de goede kant. De techniek, daar hebben we alle vertrouwen in dat die 1 juli, op 1 juli wel gaat doen wat hij moet doen. Ja, en voordat we overgaan op de volgende, is er nog één vraag eerder gesteld door Bas over de zalnaam. En of dat ook nog op een andere manier weergegeven gaat worden dan als je op de zallijst komt staan. Kun je daar nog iets over zeggen, Martijn? Ja, ik meen me te herinneren dat Bart dat ook al wel zei, maar het klopt inderdaad dat dus de naam waarmee je officieel op de zal komt, dus de map mijn naam, even zo gezegd, is niet de naam die dat is niet de enige naam die een patiënt ziet. Dus als een patiënt je opzoekt, kan hij meer gegevens zien dan alleen die met mijn naam. En dat is maar goed ook, want de met mijn naam is heel moeilijk, althans voor mij, om altijd goed te snappen wie er nou mee wordt bedoeld. Maar dat is zeker geregeld en dat is dus niet de enige naam die zichtbaar is voor een patiënt. En Sophie, nog even als laatste vraag voordat we naar de breakout rooms gaan. Komt er nog een e-learning voor de keuzemodules? Nee. Dat is in principe niet de opzet. We zullen wel materiaal aanbieden, maar het is niet zo dat het eigenlijk vanuit onze kant hier scholing past. Omdat het juist net gaat over het doorontwikkelen van bepaalde onderdelen van een techniek die je juist net in samenwerking of in samenspraak ook met de praktijken moet oppakken. Dus een e-learning is hier niet in vraag. Heel goed. Nee, klopt. Alright. Voordat we naar de breakout rooms gaan, Anneke, de volgende slide, want we hebben nog een vraag aan jullie. Dit kunnen jullie scannen met jullie smartphone. En de vraag is om even in te vullen hoe jullie erin zitten. En dan gaan we daarna met deze vraag verder in de breakout rooms. Maar eerst even in een Mentimeter aangeven, joh, ik weet wat mij te doen staat of ik weet het helemaal niet. Daar een rapportcijfer aan te geven. En Charlotte, volgens mij neem jij dan zo de Mentimeter eventjes over om te kijken waar we staan. Ondertussen, terwijl we daarop wachten, heb ik nog een nieuwtje te melden, namelijk dat zeer binnenkort VIP Farmacie van start gaat en dat wij daar over een week of twee een eerste kennismakingsafspraak mee hebben vanuit Open. We werken ook al intensief samen met VIP 5, dus voor de module 3, 4 en 5 regio's kunnen we in ieder geval het netwerk richting de ziekenhuizen, het netwerk richting de apothekers, kunnen we mee helpen leggen. Bart, betekent dat dat VWS nu eindelijk uit die speciale kick-off die ze er vooraf nog willen doen, dat ze daaruit zijn? Dat durf ik niet precies te zeggen, maar we zijn in ieder geval uitgenodigd om kennis te maken met het programma Team VIP Farmacie. Dus ik ga ervan uit dat nu in ieder geval dan operationeel wordt binnenkort. Oké, bijzonder. Nee, niet die uitnodiging, maar ze hebben alles on hold gezet omdat VWS een speciale kickstart tussendoor gaat doen. En okay. daar zitten ze op te wachten op dat antwoord. Dus daarom ben ik zo eager hier. Ja, ja, oké. Okay. Nee, dat weet ik dan weer niet. Dat is dan weer een nieuwtje van jou voor mij. Maar ik zal het ze gaan vragen. Ja, graag. Nou. Mooi. Nou, dan gaan we inderdaad terug. De eindstand is, we zitten op een ruime voldoende, maar er zitten wel wat uitzwaaiers tussen. Of mensen die een 1 hebben ingevuld en mensen die hebben een 9 ingevuld. Nou, dat is juist de bedoeling om in de breakout rooms, daarvoor hoeven jullie niks te doen overigens. Jullie worden allemaal ingedeeld in groepen. Hierover in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan. En dat doen we ongeveer gezien de tijd 10 minuutjes, want meer hebben we niet. Dus, en dan zien we jullie straks weer terug. Ontzettend nuttig. Vol benieuwd heel kort even een terugkoppeling. Martijn, wie kan dat bij jou in je groepje doen?
Maran, kan jij dat even doen? Ja, zeker. Er werd gevraagd welk cijfer je geeft aan in hoeverre je voorbereid voelt voor één. Ik hoor trouwens een hele grote echo. Ik weet niet of. Okay. Ja. Welk cijfer je geeft in hoeverre je klaar bent voor 1 juli? Nou, dat was heel gemixt van een 4 tot een 10. Het voornaamste punt zat hem denk ik in de communicatie. Dus het is de projectleiders dan nog wel duidelijk wat ze moeten doen. Maar hoe gaan ze het over de bühne brengen naar de huisartsenpraktijken? Er worden al nieuwsbrieven verstuurd. Zorgen dat ze vindbaar zijn. Dus dat is nog een uitdaging. En ik denk nou ja, dat we elkaar daar ook in kunnen helpen door misschien wat dingen te delen hoe andere projectleiders dat hebben aangepakt. En het tweede was de timing ervan. Dat als projectleiders en praktijken dan nu hard gaan lopen, terwijl de techniek dan misschien nog niet werkt. Dus dat is een beetje het gevoel dat in ons groepje leefde. Heel goed. Iris, heb jij nog wat punten? Ja, wat bij ons toch wel de boventoon voerde, is dat het hele OESI-verhaal moeilijk blijft. En ja, wat we een ding vinden, dat vind ik ook een ding, is dat we gewoon niet echt een goede lijst hebben. Dat komt, dat heeft allerlei oorzaken die allemaal te begrijpen zijn. Maar bij mij zijn er ook bijvoorbeeld een aantal praktijken die wel op de OESI-lijst staan, maar worden aangegeven dat ze er niet op staan, omdat ze een hele andere naam hebben. Ja, nou ja, met elkaar kunnen we nu alleen maar gaan zorgen dat we die lijst wel goed compleet krijgen. En ik heb net ook aangeraden, weet je, ga niet te veel tussen VZ of wie dan ook over die OESI zitten. Maar laat dat of via de leverancier of via het CIBG gewoon lopen. Laat zij het met hun uitzoeken, dat wij als projectleiders daar niet ellenlang mee bezig gaan zijn. Yes, heel goed. Anneke, in jouw groep. Kijk over Rens. Ja, daar is Rens. Ja, ja. Nou, herkenbare punten, denk ik, die net aan bod zijn gekomen. Het cijfer bij ons in de groep zo allemaal een beetje rond de 7. Dus over de hoofdlijn is wel bekend, weten wat we moeten doen. Alleen ook wel het gevoel van, ja, hoe en wanneer gaan we nu communiceren? Hè? En met name ook over die UZI inderdaad. Dat is een projectleider die aangaf van, ja, ik merk dat er gewoon al praktijken ook gebeld zijn door het CIBG. Die vervolgens meteen ook de projectleider bellen van, goh, ik ben gebeld door het ministerie, hoe zit dit? Dus het belang om te communiceren is wel degelijk aan bod gekomen. Alleen dan is de vraag, ja, wat ga je communiceren omdat die prijzen ook nog niet helemaal duidelijk zijn? Aan de andere kant horen we nu ook wel dat de leveranciers natuurlijk ook wel gaan communiceren. Dus ook hoe ziet dan die afstemming eruit met de leverancier? Waarbij we merken dat met name Hink op dit moment eigenlijk de enige partij is met wie er echt al gesprekken lopen over hoe dat proces ingericht kan worden. Dus ik denk dat het ook zaak is om dat op te gaan zetten met de andere leveranciers. Nou, volgens mij zijn dat wel op hoofdlijnen de belangrijkste punten. Okay, super. Bart en Charlotte, zijn er bij jullie in de groep nog andere zaken gemeld? Nou, ik denk, Adrie, dat het wel goed is dat we even iets vertellen over het aanbod van Carla. Ga je gang. Zal ik dat doen? Oh, ik dacht... Nee, wij hebben Carla Broekman in onze groep en die weet van de hoed en de rand wat betreft het OESI-register. En maakt zich ook wel wat zorgen over of dat allemaal wel goed gaat komen. Inderdaad, die belactie van het CIBG, sympathiek aanbod, maar een beetje afhankelijk van wie je aan de lijn krijgt, is het de vraag of je er verschrikkelijk veel aan gaat hebben. En wij hadden wat dat betreft, vanuit ook het idee dat je als projectleider daar het liefst toch zelf ook een beetje in de lead wil zijn, hebben we eigenlijk veel meer vertrouwen in de hulp die Carla ons daarbij kan bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een hele concrete checklist van waar moet je dan allemaal op letten. Ze heeft daar ook natuurlijk al wat dingen over op via desk gezet in het verleden. En ik heb ook nu concreet afgesproken dat het belscript, zoals het CIBG dat gebruikt, dat we dat ook nog even met Carla gaan doornemen. Ja, en Carla gaf ook aan dat het heel fijn zou zijn als de leveranciers hier de operationele taken van kunnen doen. Het aanvragen van digitale certificaten of whatever. Maar dan moeten wij dat even scherp centraliseren. Dat wat is nou echt nodig? Hoe werkt het dan? En wie moet dan wat doen? En dat zou goed zijn om dat landelijk zo op te pakken met hulp van Carla. Betekent dat we zeg maar over een paar weken zeg maar een soort van aanpak dan mogen verwachten? Of een voorstel? Of, het is wel super dat Carla dat wil en kan doen in ieder geval. Dus het zou wel helpen, denk ik. Ik denk ja, dat we het wel op tijd moeten hebben, ja. Dat is wel een ding. Dus wordt vervolgd over de
planning nog niets besproken. Het aanbod ligt er. Oké, hartstikke goed. Charlotte, waren er tot slot in jouw groep nog zaken die nu nog niet zijn gemeld? Kijk even naar Bas. Ik denk dat het heel erg aansluit bij wat Rens zei. Wat denk jij, Bas? Ja, over het algemeen wel. We zaten rond de 7. Er was comfort over het technische gedeelte, maar vooral eigenlijk, we kijken uit naar alle uitdagingen die daarna op ons pad komen om de PGO's ook daadwerkelijk te laten gebruiken door de patiënten. Dus dat was de korte samenvatting bij ons. Mooi, hartstikke goed. Prima, nou, dan is het tijd om te lunchen voor de meesten, als jullie dat nog niet hebben gedaan. Er wordt in ieder geval nog een link naar de evaluatie, die staat nu in de chat. Vriendelijk verzoek aan jullie om die even in te vullen, want daar leren we in ieder geval ook weer van. Hij zal ook nog worden nagestuurd, hoor. Dus als je er nu niet aan toe komt, dan kan dat later ook nog, maar heet van de naald is altijd beter. Ik wil jullie danken voor jullie tijd en graag tot de volgende keer. Eet smakelijk straks. Yes. Bedankt, tot ziens. Doei.